Goedenavond. Het is enkele uren onrustig geweest in de buurt rond het Brusselse Noordstation. Daar is actie gevoerd voor Ibrahima, de 23-jarige man die zaterdag overleed nadat hij onwel werd in een politiekantoor. Het protest begon kalm, al waren er veel meer mensen dan de 100 die toegelaten waren. Maar na afloop, rond 16:30, sloeg de sfeer om en gooiden enkele mensen met projectielen naar de politie. Die zetten het waterkanon in. De familie en de betogers eisen opheldering over de dood van Ibrahima. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doodslag, maar gaat er niet van uit dat de politie in de fout ging. Alle meerderjarige Vlamingen krijgen de komende weken en maanden een persoonlijke uitnodiging om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. U zal een brief krijgen van de Vlaamse overheid en mogelijk ook nog een sms of een mail. In die uitnodiging zal het uur en de plaats van de prik staan. Waar u die krijgt, mag u niet kiezen. Wanneer, dat kunt u wel aanpassen. In de rusthuizen is het simpel. De bewoners krijgen ter plaatse een spuitje wanneer de vaccins er zijn. Maar vanaf maart is het aan de brede bevolking en dat wordt andere koek. Alles zal beginnen bij een brief en, als de overheid die gegevens van u heeft, een sms of mail. En dan moet je u registreren, digitaal of telefonisch. U kan dan bevestigen dat u wil komen. U kan zeggen van ik weiger mij te laten vaccineren of ik kan uw uur aanpassen. Als u een uitnodiging krijgt, dan is het de bedoeling dat u wel op die vaccinatieplaats naartoe gaat. Maar het is een beetje zoals bij verkiezingen. Daar kan u ook niet kiezen in welke gemeente dat u uw stembrief gaat invullen. De plaats die is wel bepaald. Vlaanderen krijgt tot 120 van die vaccinatiecentra. Voor wie er niet geraakt, zijn er oplossingen, zodat iedereen die wil zo snel als mogelijk een spuitje kan krijgen. Het gaat ons in staat stellen om nog voor het begin van de zomervakantie alle Vlamingen die dat wensen, minstens één prik te geven. Als de vaccins blijven komen. Voortaan kan je ook online volgen hoeveel Vlamingen al ingeënt zijn. En in onze app en op onze website vindt u een kaart terug met daarop de locaties van alle vaccinatiecentra die nu al bekend zijn. Alle coronamaatregelen in ons land worden verlengd tot 1 maart. Dat staat in een ministerieel besluit dat gisteren gepubliceerd is. Dat was nodig omdat de huidige maatregelen maar geldig waren tot overmorgen. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinde begrijpt dat de verlenging frustrerend kan zijn, maar wijst er ook op dat aanpassingen altijd mogelijk zijn. We moeten perspectief kunnen geven aan mensen. Ik begrijp dat een termijn van 6 weken opnieuw een hele zware klap is voor heel veel mensen. Aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen het is goed dat we die duidelijkheid hebben, bijvoorbeeld voor de krokusvakantie. En dat is de beslissing die we genomen hebben. Maar we moeten ons niet focussen op die datum van 1 maart. Waarop we nu op moeten focussen is het overlegcomité van volgende week, vrijdag, in de hoop dan daar dat we dat perspectief kunnen bieden. En of er perspectief komt, hangt af van de evolutie van de coronacijfers. En momenteel zitten we nog lang niet op een punt waar versoepelingen mogelijk zijn. Meer bevestigde besmettingen, maar minder ziekenhuisopnames. Zo ziet onze coronacurve er al enkele dagen uit. Afgelopen week waren er gemiddeld 2070 positieve coronatesten per dag. Dat is 30% meer dan de week ervoor. Maar het aantal afgenomen testen zelf steeg in die periode met 70%. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is gezakt naar gemiddeld 124 per dag, een afname van 6%. Alles samen liggen nu 1960 mensen met COVID in het ziekenhuis, 356 van hen op intensieve zorg. En elke dag zijn er 51 mensen die overlijden na een coronabesmetting. Essentiële bedrijven kunnen vanaf vandaag sneltesten krijgen van de Vlaamse regering. Het gaat bijvoorbeeld om de havens, maar ook de veiling is essentieel voor onze samenleving. De testen zijn voor werknemers die een hoog risicocontact hebben gehad en anders in quarantaine zouden moeten. Zo kunnen ze aan de slag blijven, tenzij ze positief testen uiteraard. We gaan niet onmiddellijk panikeren, we gaan er zuinig mee omgaan. Maar het biedt in ieder geval de mogelijkheid dat in kritische momenten, waar we vaststellen, ja, nu komt de werking in het gedrang, dat we een wettelijke basis hebben, dat we een omgeving gecreëerd krijgen waarbij dat er kan ingegrepen worden.
Belgische leger repatrieert een 50-tal militairen uit Niger in Afrika. Onder hen 20 militairen die besmet zijn met het coronavirus. De andere 30 keren terug uit voorzorg. De militairen zullen in België meteen in quarantaine gaan in een hotel waar alleen zij verblijven. In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is het debat begonnen over de afzettingsprocedure van president Trump, de zogenoemde impeachment. Het is de bedoeling dat Trump wordt aangeklaagd voor het aanzetten tot opstand. Het is vandaag precies een week geleden dat aanhangers van Trump het Capitool bestormden. In het Huis van Afgevaardigden wordt gedebatteerd over een impeachment van president Trump. Er bestaat weinig twijfel dat het daadwerkelijk tot een aanklacht komt. Naast de Democraten gaan ook enkele Republikeinen meestemmen. Die stemming volgt later vandaag. Eerder heeft het Huis een resolutie goedgekeurd die vicepresident Pence vraagt om het 25e amendement in te roepen. Daardoor zou de macht van president Trump tijdelijk naar hem gaan. Maar in een brief heeft Pence al laten weten dat hij niet van plan is om hieraan gevolg te geven, ook al heeft hij 24 uur de tijd. President Trump waarschuwt intussen voor de gevolgen van een tweede impeachment. The impeachment hoax is causing tremendous anger and division and pain, far greater than most people will ever understand, which is very dangerous for the USA, especially at this very tender time. Remco Evenepoel is nog altijd niet helemaal hersteld van zijn val in de Ronde van Lombardije vorige zomer. De grote Belgische wielerbelofte kan voorlopig niet trainen op de fiets. Dat zei hij vanmiddag op de digitale ploegvoorstelling van zijn team De Koning Quickstep voor de internationale pers. Wanneer Evenepoel opnieuw wedstrijden gaat rijden, kan hij dus niet zeggen. With just a bit of pain in the area where the fractures were, so sitting down on a saddle, I mean it's still quite hard for a few hours, so I mean, this needs to get fixed 100% before being able to perform 100% on the bike. Een overlijden in de motocrosswereld. Zesvoudig wereldkampioen Joël Robert is overleden. Hij won meer dan 250 wedstrijden en pakte 50 grote prijzen. Na zijn carrière was Joël Robert 10 keer manager van de Belgische ploeg voor de motocross der naties. Robert werd eergisteren opgenomen in het ziekenhuis nadat hij besmet raakte met corona en ook een hartaanval kreeg. Hij werd 77. In ons volgende journaal trekken we naar Dierenpark Bellewaerde in Ieper. Dat heeft meegewerkt aan een uitzettingsprogramma voor Europese bisons en met succes. Het dier is niet langer echt bedreigd. Meer hierover in het journaal van 7 uur. Heel graag, tot dan. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.